ja, eigenlijk is het een best wel een pittige dag geweest vandaag. Waar we ook veel met elkaar over nagepraat hebben. Dus is het niet altijd langer hier op Puggen. Toch? Helemaal waar. Ja. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar mijn vlog, de VVV, zo heet de Vincents Vliegvlog. Dit is nummer 15 en in de vorige vlog nummer 14 hebben jullie gezien dat wij door bepaalde omstandigheden mensen van boord moesten zetten. En eigenlijk is dit weer een vervolg erop en ook in deze vlog gebeurt er weer wat waardoor wij helaas genoodzaakt waren om mensen van boord te moeten laten halen. Voor de rest hebben we natuurlijk ook heel veel leuke dingen meegemaakt, maar dat zie je allemaal weer in deze vlog. Heel veel kijkplezier. Wat ben je aan het doen, Thomas? Ik ben even water voor ons aan het inschenken, want de lucht in het vliegtuig moet behoorlijk droog zijn. Dus je moet goed blijven drinken en daarom zorgen wij als collega's heel erg goed voor elkaar. Dus hier, Vincent, voor jou een glaasje water. Oké, cheers. Cheers. Vaak als er collega's van ons aan boord komen, die zijn meestal aan het IPB'en. Neemt ze wat lekker voor ons mee, zodat wij weer lekker kunnen genieten. En zij ook weer. Heerlijk. We willen even op de grond gaan zitten, want we hebben hier een passagier. En die komt bij het binnen, komt vast heel angstig. Hoe is het, deze jongen? Jij hebt vliegangst. Nou ja, het was niet echt vliegangst, het was gewoon meer de zenuwen, want ik had nog nooit echt ervoor gevlogen. Dus ja, ik kon gewoon heen om te gaan vliegen. Ik wist eigenlijk niet dat ik het meemaken. Maar nu gaat het wel beter. Ja, gaat het goed? Ja, zeker. Ik vind het wel leuk ook. Vind je het leuk ook? Ja, ja. Nou, dus die vliegangst is meteen weg. Hij komt bij Transavia aan boord en het is over. Ja, zeker. En waar ga je heen? Naar Zaken op Schipkanaal. En wat ga je doen? Vakantie vieren. Dan gaan we maar even zwaaien naar de mensen en dan zeg ik fijne vakantie. Dankjewel, hè. Oké. Okay. Dames en heren, over enkele plekken komen bij de dans met de verkoop van de luxe cadeauartikelen. Thomas, wat vind je van onze CA2? Bas. Hele gezellig in. Je hebt gisteren met hem gewerkt, hè? Gisteren ook met hem gewerkt, ja. Toen stond je bij hem. Ja, zeker. Een hele lieve jongen. Absoluut. Goeie CA2, ja, hè? Normaal vlieg je eigenlijk maar heel weinig met elkaar, dus heel weinig met dezelfde personen. Maar af en toe heb je ook 2 dagen ertussen zitten dat je dus wel met elkaar vliegt. Ja. Nou ja, het is altijd wel gezellig. Ja. Gedrag. Wij zijn op tijd, maar ze zijn nog aan het uitstappen van de Antalya. Wij wachten nog even tot dat gebeurd is en dan kunnen wij aan boord. Ik ga vandaag naar Heraklion, dus de laatste vlucht deze week voor mij. Ik heb er dan 4 gedaan. Nou, vandaag is weer zo'n dag. Het is mijn laatste vlucht deze week. Maar wederom hadden we weer wat te maken met een aantal mensen die zich niet aan de regels hielden die wij aan boord hanteren. Het gevolg was dat wij aan het taxi waren om te gaan vertrekken richting Creta en daardoor terug moesten. Daardoor eigenlijk mensen door de marechaussee werden opgehaald. Ja, we zijn dus nu eigenlijk 1,5 uur later op Creta. Maar ja, veiligheid gaat boven alles. Denk ook aan uw medepassagiers. Dank u wel. Dag Jelena. Hallo. Het was een heftig begin vandaag, hè? Ja, het was pittig. Dus, ben je ook weer een beetje tot rust gekomen? Tot rust, ja. Het was wel even heftig, een beetje hoofdpijn, maar ik ben nu wel tot rust gekomen. Nou, zijn we bijna op Creta. Ja, bijna. Cabin permission voor landing. En zoals jullie dan gezien hebben, had ik een kangaroetje gekregen van deze 2 passagiers uit Australië. Omdat ze zich heel veilig bij ons aan boord voelden en hoe wij met de situatie gedeeld hadden. Nou, dat is toch wel een heel speciaal cadeautje. Het grappige is ook dat we 2 DJ's aan boord hadden. Die hadden een of andere optreden vannacht nog op Creta. Die zaten eigenlijk een beetje van, zullen we de kick nog wel redden? Kick. Weet je, de DJ. Maar heel grappig bij het uitstappen. Kregen van deze 2 DJ's allebei een heel leuk baaiertje. Dus ken je ze, die DJ's gaan ze volgen? Maar je mag mij ook volgen, natuurlijk weer haar volgen. Maar het is altijd leuk om een cadeautje te krijgen. Dus vandaag eigenlijk is het best wel een pittige dag geweest vandaag. Waar we ook veel met elkaar over nagepraat hebben. Dus is het niet altijd lang het hier op Puggen. Toch?
helemaal waar. Ja, en we hebben nu wel even een momentje voor onszelf waar we lekker saté gaan eten. Dat hebben we dan wel meegenomen. Dus nu ga je lekker saté eten. Ja, ik hoop het. De saus staat al lekker klaar. Ja. Nou, hier zie ik wat stokbrood. Ik zie hier een bakje voor VVV. En als jullie wel eens naar mijn vlogs kijken, mensen, waar staat de VVV voor? Voor Vincent's Vliegvlog. Ik ben benieuwd wat er in mijn doosje zit. Ik ga mijn doosje openmaken. De VVV. De VVV van saté. Oh, lekker met saus en stokbrood. En ik zie ook gefruite uitjes. En hier staat dan weer voor de knapste twee van de aft, Kelly, de achterkeuken. Binnen wat ga je doen? Ik ga er wat saus op gooien. Oh ja, dat mag wel. Mag dat van jou? Ja. Oh, een beetje saté zo. Mensen, mensen, wat een verwinning. Oeh. Dat maakt ons zo blij. Beter kan je niet krijgen. We gaan weer verder met snoepen. En het is nu al 11:50. Nou, beste kijkers. Dat was de werkweek weer van Vincent. We gaan bijna beginnen met de daling voor Amsterdam. Waar ik ook heel erg trots ben op mijn collega's. Hoe ze zich hebben doorstaan door deze vluchten. En we hebben ook heel veel van elkaar geleerd. We hebben elkaar kunnen aanspreken op bepaalde dingen. Dus we leren ook van elkaar. En dat is het mooie van dit werk. Zolang je maar open blijft staan voor tips en feedback van elkaar, dan kom je er wel. Ik ben blij dat ze met me mee waren deze week. Nou, ik heb weekend. Ik. Jij hebt. Ik heb 1 dag vrij. En deze toppertjes die moeten morgen nog een hele late 6:50 s'avonds. En die landen pas tegen een uur of 3:30 morgen op de dag daarna. Dus die moeten nog even door. Maar we kunnen tot elkaar. Ik heb weekend. Ik ga niet bedankt voor het kijken. En dan af en toe de volgende keer.